Wat de week van het MKI doet, is de gelegenheid bieden om een kijkje in de keuken te hebben. Gewoon eens horen hoe andere ondernemers, onze leden, het aanpakken. En vooral ook sparren met elkaar over wat zijn nou jouw uitdagingen. Ja, je zou je kunnen afvragen waarom juist nu, als je het hebt over technologische vernieuwing en industrie. En dat is omdat je ziet dat het MKI in een enorme groeispurt bezig is. En vooral een steeds belangrijke partner wordt op het gebied van innovatie. Je kunt niet meer alles weten, maar ik heb net gehoord, en ik hoor vanuit het FME wel vaker, als je maar weet waar je het kunt halen, dan ben je op de goede weg. En in dat opzicht denk ik dat innovatie en samenwerking de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. We weten waar bedrijven mee worstelen, maar ook waar ze succesvol in zijn. Dus wat we doen is individueel begeleiden. Dat kunnen we gewoon in het bedrijf doen. Wat we ook doen is het bijeenbrengen van bedrijven om van elkaar te leren. Wij gebruiken het FME-advies. Dan moet je met name denken aan bijvoorbeeld een fusietraject, waarbij een aantal juridische stappen doorlopen moeten worden met bijvoorbeeld een OR of werknemersvakbonden. We procederen ook bij de rechter, bij arbitrale instellingen. We geven advies over nationaal-internationaal zaken doen. Smart industrie, intellectuele eigendom. Dus we kunnen voor heel veel onderwerpen waar bedrijven in de technologische industrie mee te maken krijgen, hebben ze gewoon hun eigen bedrijfsjurist bij FME-advocaten. FME is voor ons ook vaak de stem naar Den Haag toe, naar politiek Den Haag, om onze vragen, onze zorgen kenbaar te maken. Nou, wij denken dat die kennis niet alleen wat waard is voor Nederland, maar ook voor daarbuiten. En de eerste logische stap voor een bedrijf als dat van mij is om daarmee Duitsland in te gaan. De tip die wij hebben aan FME-leden is dat wij graag samen met de leden nieuwe activiteiten ontplooien om de leden te helpen succesvol te zijn in het buitenland. Veel MKI-bedrijven kunnen zich niet permitteren om op al die vlakken expertise en specialisten in dienst te hebben. En zo vorm je dus eigenlijk hele slimme coalities waarmee 1 en 1 altijd 3 is.